Hallo, ik ben Rick. Vandaag laat ik jullie zien hoe je nou een thumbnail maakt met een leuke banner erbij. Dus we gaan gewoon beginnen. We gaan eerst gewoon even een leuke foto uitzoeken. We kiezen de S-leg van Sinterklaas. Je hebt nu de foto. Alleen, hij is natuurlijk voor YouTube. En op deze manier past hij er niet in, omdat hij gewoon veel te groot is. Dat kunnen we wijzigen door naar afbeelden te gaan. En dan afbeeldingsgrootte. Maak hem even 1280. En het is natuurlijk wel belangrijk dat je al deze drie vingers aan hebt staan. Want anders wordt dit bijvoorbeeld, als ik dit bijvoorbeeld uitzet. En ik maak nu 1270 van. De lijsthoogte blijft hetzelfde. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want het moet natuurlijk wel, de foto moet wel hetzelfde blijven. Oh, dan ga ik even wat mis. 1280 natuurlijk. En wordt natuurlijk een stuk kleiner. Dus zoom even in. Dan kunnen we beter werken. En dan gaan we nu beginnen met de balk. Pakken we dit icoontje hier. Staat onder de beweegmuisding. Oh, ja dat. En je kan natuurlijk op alle manieren. Je kan hem hier neerzetten. Je kan hem hier neerzetten. Hier, daar. Maar waar ik hem nu wil. Is hier. Net als bij Prinses Haart zo is. Vergeet niet de nieuwe laag aan te maken. Want anders gaat het helemaal mis. Dan gaan we even naar het emmertje. Vullen met luchtbellenpatroon. Dat patroon moeten we even uitzetten naar voorgrond. Zodat, anders krijg je dit. Patroon, vol met bellen. Nou, ik kan ook nog dit. Ziet er niet uit. Dus even Ctrl-Alt-Z. En dan haal ik het gewoon even weg. En dan doen we gewoon even naar voorgrond. Natuurlijk ook even een leuke kleur uitkiezen. Die kan je hier aan de rechterkant doen. En wij kiezen gewoon even roze. Dat heb ik al uitgezocht. Hebben we nu de roze balk. Nu gaan we hem even doorzichtig maken. Dan gaan we naar filter. En dan gaan we vervagen natuurlijk. En dan ga je naar Gaussiaans vervagen. En dan zie je dat het heel mooi vervaagt. Kan heel erg vervagen. En dat vind ik zelf niet zo mooi. Of een klein beetje vervagen, maar dat zie ik gewoon niet. Dus dan doen we het nu even gewoon zo. Nou hebben we de balk, maar nu willen we ook de tekst erbij. Ik heb natuurlijk eerst een nieuwe laag. Altijd als je iets nieuws doet, altijd eerst even nieuw in de laag neerzetten. Erg belangrijk. Hop, maak hem iets te groot. Dat moet natuurlijk ook perfect passen. En ik heb al een lettertype uitgezocht hierboven. En hier rechtsboven kan je de kleur uitzoeken. Ik wil hem gewoon even wit hebben. Dus doen we prinsessenhaartjes. En ik vind hem nu ook te hoog staan. Dus dan sleep hem wat naar het midden. Ik kan hem ook helemaal naar links, helemaal rechts. Zie je nou dat je een foutje hebt gedaan en je hebt hem al verslopen. Dan ga je gewoon opnieuw naar de tekst. En dan kan je het automatisch gewoon weer aanpassen. Maar dan moet je wel op de laag klikken. Erg belangrijk. Oh, niet dat. Moet je wel op de laag klikken. Erg belangrijk. Dan ook scherp. Komt allemaal nog een keer. En nu hebben we de balk en de tekst. Dan gaan we nu opslaan als... En dan feestje bij prinsessen. Haartjes. Zo, opslaan. En nu nog een keer opslaan alles, want het ging niet helemaal goed. En dan doen we even JPEG bestand. En dan slaan we op. Natuurlijk wel maximale kwaliteit. Want het kost echt niet zoveel moeite om een foto te renderen. Dus eigenlijk gewoon nu al klaar mee. Dan gaan we even naar de foto toe. Kijken of die natuurlijk even gelukt is. Natuurlijk is het gelukt. Dan gaan we face vacation niet. Nee, face bij prinses haartjes. Hebben we hier de foto. Ik hoop dat jullie wat van geleerd hebben. Laat even een groen duimpje achter. En abonneer even hier beneden. En ik zeg later mensen.